Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben alweer langs de Action geweest. Ik heb echt laatst nog een Action Shop vlog geüpload. Maar ja, ik ben alweer langs geweest. En ik vond het wel even leuk om te laten zien wat ik heb gekocht. Dus laten we maar meteen gaan beginnen. Als eerste heb ik dit. En dit zijn muziekoordopjes voor concerten en festivals en zo. Dat heb ik gekocht omdat ik laatst naar een concert van Armin van Buuren ben geweest. En ik heb daarna super lang een piep in mijn oor gehad. Dus ja, ik denk dat het voortaan toch wel verstandiger is om oordopjes in te doen. Dus die heb ik gekocht. En deze die waren €3,49. Ik ben bij de Action ook langs de kledingafdeling geweest. En soms hebben ze echt best wel heel erg leuke dingen bij de kledingafdeling. Net zoals nu, want ik vond een jurkje. Ik weet niet of ik hem heel goed kan laten zien op camera. Maar het is zeg maar een blauw gestreept jurkje. En hier zo heeft hij van die vedertjes. Volgens mij is dat van het lace-up of zo. En hij komt ongeveer tot net boven mijn knieën. Dus dat vind ik best wel een mooie lengte. En ja, ik vind het dus best wel een leuk jurkje. En die kost maar €4,95. Dus dat is echt super goedkoop. Oké, het volgende is een kussenhoesje. Ik weet niet of je het echt kan zien, maar er staat palmboom op. We hebben buiten van die bankjes met van die kleine kussentjes. En daar hebben we ook dit soort hoesjes omheen. Maar dan met cactussen en ook met palmbomen, maar dan andere palmbomen. En we hebben nu een nieuwe lounge set. En daar willen we eigenlijk ook nog twee kussentjes op. Dus ik heb dit kussenhoesje daarvoor gekocht. Ik moet er nog ergens kussentjes voor kopen, want die hadden ze opeens niet meer. Maar ik heb er dus twee van. En ja, ze zijn super schattig. Heel leuk voor de zomer. En ze kosten €1,99 per stuk. Oké, het volgende zijn deze sokjes. En dat zijn van die footies. Dus die zie je dan zeg maar niet in je schoenen. En ik heb al wel van dit soort sokjes van de Primark volgens mij. En ja, die zitten gewoon echt niet. En die zakken af en van alles. Dus ik dacht, ik ga deze proberen. En ja, ik dacht ook van, nou, ze voelen best wel lekker. Want ja, het is een beetje zo'n sportsokkenstofje. Dus ik dacht, nou, misschien zijn deze beter. Maar ik heb dus vandaag al een paar hiervan aan. Maar het zit niet zo heel erg goed. Nou ja, bij mijn ene voet blijft het wel zitten. En bij mijn andere niet. En het is best wel irritant. Maar ja, ik ga het nog wel even testen. Maar ik denk dat dit ook niet echt wat wordt voor mij. Ik denk dat het bij andere mensen wel blijft zitten. Wel volgens mij in ieder geval best wel goedkoop, want je krijgt dus twee paar in één pakje. En dit pakje kostte dus €1,16. Dus ja, voor dat geld kon ik best wel uitproberen. Maar ja, ik ben er dus nog niet heel erg tevreden over. Misschien dat het nog verandert, maar tot nu toe ben ik er niet zo heel erg blij mee. Oké, next. En dit kraakt een beetje, maar dit is een mini koeltas. Hij is... Oh, ik hoop dat het niet heel erg storend is, dit gekraak, maar... Hij is blauw en de inhoud is 4 liter. En ik heb deze gekocht voor mijn vriendin, want zij is binnenkort jarig. En ik ga haar dus een cadeautje geven. Ik ga nog niet zeggen wat, want ik weet niet wanneer deze video online komt en ik weet niet of ze dat kijkt. Maar ja, daar heb ik dus een koeltas voor nodig. En ja, meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen, want het is gewoon een lekker klein koeltasje. En deze kostte €1,19. En voor in een koeltas heb je natuurlijk ook koelelementen nodig. En ja, omdat het niet zo'n grote koeltas is, dacht ik, nou, leuk, kleine koelelementjes erin dan. En ik vind ze ook super schattig, want ze zijn dus roze, groen en blauw. En ja, meer heb ik er niet over te vertellen. Het is gewoon heel schattig en best wel handig voor in een koeltas. Anders blijft het natuurlijk alsnog niet koud. Voor €0,59 krijg je dus 3 van deze koelelementen. En omdat het een cadeautje is, kocht ik natuurlijk ook cadeaupapier. En ik vind dit soort cadeaupapier van de Action echt super leuk. Want het is zeg maar... hoe heet dat? Van dat soort kartonspul of zo. Oh, ik wist laatst echt hoe dat heette, maar... Ik weet niet meer. Maar ze hebben in ieder geval allemaal verschillende printjes met van dit bruine kartonpapierachtige erop. En dit is dus met zwart en roze. En dat vond ik wel heel erg schattig. En dit kostte €0,69. En om het cadeautje dan nog een beetje te decoreren, heb ik ook nog van deze leuke strikjes gekocht. Nou ja, zijn het strikjes? Ik weet niet. Maar het zijn in ieder geval van die leuke dingetjes om erop te plakken. En het zijn superveel. Het zijn er 12. En de kleuren passen ook wel heel leuk bij het cadeaupapier. Dus deze heb ik meegenomen. En die kostte €0,39.
Als je mijn vorige Action Shop vlog hebt gezien, dan heb je waarschijnlijk ook gezien dat ik zo'n leuke beker met zo'n rietje erin had gekocht. En ik las in de comments dat dat dus een mason jar heet. En eigenlijk wist ik dat, maar op dat moment dus eigenlijk even niet. Maar dat maakt niet uit. Maar ik was er echt super blij mee en ik heb hem echt heel vaak gebruikt. En ook heel vaak dan zat hij in de vaatwasser en dan dacht ik, ja, ik wil er eigenlijk nu uit drinken. Maar dat kan dan dus niet. Dus ik heb er nog één gekocht. En die andere die ik heb, die heeft een blauwe deksel. En deze die heeft een grijze deksel. En het is eigenlijk, ja, precies dezelfde. En superleuk, vind ik. Ook lekker zomers. En hij kostte 57 cent. Wat je ook hebt kunnen zien in mijn vorige Action Shop vlog, is dat ik twee cactusbeeldjes had gekocht. Van die kleine witte. En ik zag nu dus dat ze nog een soort hadden. Ook zo'n witte. En dat is deze. En ja, ik kon het eigenlijk gewoon niet laten liggen. Dus nu kan ik deze er gewoon bij gaan zetten bij die andere twee. Als je benieuwd bent naar hoe die andere twee eruit zien, dan moet je even mijn vorige Action Shop vlog kijken. Die zal ik in het eindscherm even linken en in de beschrijving zetten. Dus dan kun je na deze video nog kijken als je daar zin in hebt. Hij is op zich ook nog best wel recent. Volgens mij was het eind april of zo dat ik die spulletjes heb gekocht. Dus heel veel ervan hebben ze ook nog gewoon. En ja, deze dus. En volgens mij was die 99 cent. Ja, deze was 99 cent. Dan heb ik ook nog twee pakjes gekocht met doekjes om je make-up eraf te halen. En meestal gebruik ik altijd deze roze. En die waren op, dus die had ik sowieso nodig. Maar ze hebben ook deze paarse. En hier zit volgens mij wel alcohol in. En in die roze niet. Maar deze paarse die werken beter voor als je waterproof mascara op hebt. En ik heb niet heel vaak waterproof mascara op. Maar ja, als ik het op heb, dan gaat het er met deze best wel moeilijk af. Terwijl er wel op staat dat het er wel af zou moeten gaan. Maar met deze werkt het gewoon net iets beter. Dus ik heb gewoon van allebei de soorten eentje meegenomen. En deze pakjes waren 45 cent per stuk. Ook kwam ik dit superleuke dienblad tegen met cactussen erop. En ja, ik hou dus van cactussen. Ik heb echt zo ontzettend veel dingen met cactussen in mijn kamer staan. Ik vond dit gewoon heel erg leuk. En ja, het is gewoon lekker basic wit en ik vind het wel handig. Dus ja, deze kon ik eigenlijk echt niet laten liggen. Je kan volgens mij ook je kan de achterkant loshalen. En dan kan je er ook nog je eigen foto of patroontje of iets in doen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dus je kan eigenlijk gewoon altijd veranderen. En deze kostte 1,99 euro. Dan zag ik ook deze powerbank. En dit is een powerbank met een zonnepaneel erin. En het schijnt dus, nou ja, best wel logisch als het een zonnepaneel is. Maar door de zon wordt hij dan dus opgeladen. En dan hoef je hem dus niet in stopcontact op te laden. Dus dat is beter voor het milieu. En ja, dan zou hij dus je telefoon moeten opladen. Ik weet niet of hij dan je telefoon één keer kan opladen of meerdere keren. Maar dat staat er niet op, dus dat weet ik ook niet. Maar ik ben wel heel benieuwd of dit wel of niet goed werkt. Want als het goed werkt is het best wel handig. Want ik heb wel eens dat ik een powerbank bij me heb die ik dan vergeten ben op te laden. En dan is die gewoon leeg, dus heb je niks aan. En als je deze bij je hebt, dan leg je hem even in de zon. En dan kan je alsnog opladen. Dus dat is wel handig. En deze kostte 7,99 euro. Ik heb ook deze knaagsticks gekocht voor mijn cavia. En volgens mij laat ik die best wel vaak zien in Action Shop los. Maar mijn cavia vindt het gewoon super lekker. Dus ik neem dit eigenlijk best wel vaak mee als ik bij de Action ben. En hier zitten er dus twee in en dat kost 1,19 euro. Het volgende wat ik zag zijn cable clips. En ik heb deze al wel voorbij zien komen in Action Shop vlogs van andere mensen. En ik was wel heel benieuwd of dit goed werkt. Want ik heb ook allemaal losse snoertjes overal. En ik heb wel zo'n bak waar ik alles in gooi en dan gaat alles door de knoop. En dat is niet handig. Dus ik dacht ik ga deze uitproberen. Er zitten er drie in. En dat is natuurlijk lang niet genoeg voor al mijn kabels. Maar ik dacht, ik ga het eerst proberen. En als het goed bevalt, dan haal ik er gewoon meer. En dit setje kostte 79 cent. Ook heb ik een setje met sticky notes gekocht. En deze heb ik nodig voor school. Want ik heb een tentamen en daar mag je je boek bij meenemen. En je mag er sticky notes in plakken. Dus ja, ik dacht, daar ga ik gebruik van maken. Dus ik koop even een aantal sticky notes. Gewoon vier supervelle kleuren. Heel erg vrolijk en leuk, maar ja, dat maakt niet echt heel erg uit eigenlijk ook voor in je boek. Maar ja, dit waren volgens mij ook de enige kleuren die ze hadden. Dus ik had ook niet echt veel keus of zo. En deze kostte 99 cent. Ook heb ik nog deze scheermesjes gekocht. En het is zo'n navulverpakking. Want ja, ik heb zeg maar dit ding wat hierop staat.
En dan kun je dus zeg maar dat bovenste dingetje afhalen en die kan je dan steeds vernieuwen. Dus dan hoef je niet steeds een hele zak met allemaal verschillende te kopen. Ja, ik had gewoon nieuwe mesjes nodig. Dus ik heb deze gekocht. En er zitten er 6 in, dus voorlopig kan ik weer vooruit. En dit kostte €2,79. Dan het laatste alweer wat ik kocht is deze kauwgom. En dit zijn 5 pakjes met Mentos kauwgom. Dit had ik gewoon nodig, want ik neem het altijd mee in mijn schooltas. Want ik val wel dus bijna in slaap bij hoorcolleges. En als ik dan kauwgom eet, dan blijf ik beter wakker. Dus ja, dan maar gewoon kauwgom. En dit is volgens mij suikervrij. Ja, dit is suikervrij, dus misschien nog iets beter. Het is verder niet echt heel boeiend of zo, maar dit was €1,19. Dat was dus alweer alles wat ik heb gekocht. Best wel veel, maar Action heeft altijd leuke dingen. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te kijken. Als je het leuk vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. Dat zou ik in ieder geval echt heel erg leuk vinden. Ik maak best wel vaak shoplogs. Ook best wel vaak Action shoplogs. Dus als je dat leuk vindt, abonneer dan vooral. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!